Een echte derby-tweeling. Vleugelspits Anthony zit al regelmatig op de bank bij het eerste elftal van NEC. De middenvelder Ritchie traint ook al vaak mee bij Vitesse 1. Vorig seizoen speelden ze nog samen bij Vitesse. Ieder heeft zijn eigen weg, dus voor ons was het ook beter eigenlijk om ieder zijn eigen gang te gaan. Dus hij bij NEC en ik bij Vitesse. En zelf ben ik blij dat ik bij Vitesse mag spelen. Toen ik te horen kreeg dat ik niet meer verder mocht bij Vitesse, dacht ik gelijk al om terug te keren bij NEC. En ze hebben me een warme welkom zeg maar, geheten. En ik ben blij dat ik gelijk terug mocht keren bij NEC en weer mijn ding mocht doen. Net als wat ik de afgelopen jaren ervoor had gedaan. Ik weet zelf ook voor Anthony dat hij zich het beste voelde bij NEC. Dus ik steun hem ook daarbij met zijn beslissing om terug te keren naar NEC. Ooit willen ze tegen elkaar spelen in de enige echte Gelderse derby. Het zal wel leuk zijn om tegen NEC en tegen mijn broer te strijden. Wat gebeurt er als jullie met elkaar in duel komen en het gaat er echt om? Nou, dan pak je die bal van hem af. Dat is duidelijk. Laat je niet zomaar gebeuren. Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat ik gewoon alles om doe om gewoon het duel van hem te winnen. Ondanks dat het mijn broer is, maar op dat moment is het gewoon een speler van NEC. Dus dan moet je gewoon extra hard het duel ingaan. En dan de hamvraag. Wie is de oudste? Ik. En wie is de beste? Ik. Ja, de oudste weten we niet, maar wie is de beste? Ja, natuurlijk ben ik de beste. Ja.